Hallo, je kijkt naar De Aanloop, het programma over de voorbereidingen van de Vierdaagse. Waarbij we nou eens niet gaan kijken naar de mensen die lopen, maar naar alles eromheen. En vandaag sta ik daarvoor midden tussen de gladiolen. Ah, bijna dan. Straks hoor je alles over de bloemenvelden van boer Jos. Maar nu eerst naar het sportveld, want daar gebeuren hele andere dingen. Het begin van de Vierdaagse, dat is de vlaggenparade. En daar doen natuurlijk verschrikkelijk veel drumfanfares aan mee. Maar wij volgen de aanloop van drumfanfare Michael. Hé, hey, je bent tomboumètre. Ja. Dat vind ik een mooi woord. Ja. Ik zal het maar eerlijk zeggen, als ik met mijn vader aan de kant van de weg sta, dan zou mijn vader zeggen, dat is de enige man in het hele muziekkorps wat geen instrument bespeelt. Dat klopt, voor nu klopt dat, ja. Oké. Okay. Ja, als ik ervoor loop, speel ik geen instrument. Nee, precies, dat maar klopt. Dat speel je wel eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar dat kan dus niet tegelijkertijd? Nee, dat gaat inderdaad niet gelijktijdig, nee. Vertel. Ik ben begonnen als muzikant, ja? Als slagwerker. Vanuit daar omgeschoold zogezegd naar blaasinstrument, tuba. Ja? Ja. Dus de sousofoon die achteraan het korps ziet lopen. Die hele grote? Die hele grote. Ja? Ja. En vanwege mijn achtergrond ben ik ooit een keer gevraagd om ervoor te gaan lopen. Oké. Okay. Daar een opleiding voor gedaan en sindsdien loop ik ervoor. Ja precies, want ik deed net een beetje flauw, maar het is een heuse opleiding, hè? Ja, klopt ja. Vertel eens, hoe gaat het in zijn werk? Ja, dat verschilt per keer. Je kunt gewoon echt een serieuze opleiding ingaan. Dan ga je een paar weken met zo'n paar man krijg je les van een instructeur. Ik heb zelf opleiding gedaan binnen het korps zelf. Ja. Niet dit korps, maar een ander korps. Ja. Daar fijne kneepjes geleerd van de tomboumètre op dat moment. En eigenlijk af mogen kijken en tot het moment dat ik het zelf mocht gaan doen. Ja, precies. Je hebt het echt in het harnas geleerd, zeg maar. Ja, klopt. Wat gaaf. En nou staan we hier op een voetbalveld. Ja. Wat staan we hier te doen? We staan hier eigenlijk gewoon te repeteren. Datgene wat wij willen gaan vertolken tijdens onze optredens, studeren we hierin. Ja. Dus het is niet zomaar achter elkaar lopen. Het is wel over nagedacht hoe we achter elkaar aanlopen. Ja. Dus ook dat is een stukje van mijn taak. Het bedenken van wanneer gaan we naar links af, wanneer gaan we rechts af. Ja. Of wanneer gaan we weer counteren, zoals wij dat noemen. Ja, wat is counteren? Counteren is omdraaien aan de andere kant oplopen. Oké, okay. Oh, dat heb ik wel gezien net. Ja, twee keer een bochtje, dus twee keer een bochtje en dan loop je eigenlijk de andere kant op. Ja, precies. Ja. Dus dat wordt allemaal ingestudeerd, van tevoren bedacht, doorgesproken met het instructieteam. En daarna hier in de praktijk gekeken of datgene wat we gedacht hebben ook in de praktijk mogelijk is. Ja, precies. Maar als je nou zeg maar tijdens de intocht van de Vierdaagse in de stoet meeloopt, dan kun je niet ineens draaien en terug gaan lopen. Ja, en toch kan dat wel. Oké. Okay. Als ik, daarom heb ik de stok, oftewel de mees zoals wij dat noemen. Ja. Heb ik een mees en met die mees kan ik aangeven welke kant we op gaan. Mm-hmm. Dus dat studeren we hier ook in om te zeggen van jongens, als ik deze stok de beweging doe, moeten jullie dit doen. Dus eigenlijk maakt het niet uit waar ik het doe. Ja. Als we op straat lopen en er gebeurt iets raars, er komt iets voorbij of de stoet stopt ineens, zullen wij ook spontaan moeten stoppen. Ja. En dat doe je dan meestal met de stoktekens. Dus iedereen moet op jou letten? Ja. En dat gebeurt ook? Ja. Dat weet je zeker? Ja, ga ik blindelings vanuit. Dan ga jij blindelings vanuit? Ja. Je hoeft nooit achter je te kijken? Nee. Oh. Daarom oefenen we ook zoveel dat we echt op elkaar ingespeeld zijn, zodat ik ze blindelings kan vertrouwen. Ja, precies. We hadden het net over je mees. Ja. De stok, de mees. Ja. Kun je hem even laten zien? Ja, tuurlijk. Kijk, hij lag hier gewoon klaar. Is dit nou ook een typisch Engelse? Gedeeltelijk wel, ja. Oké. Okay. Ja. Waar kan ik dat aan zien? Hij is niet helemaal. Er is eigenlijk niet heel veel variatie in. Okay. Wat je wel ziet bij de Engelsen is inderdaad dat die voorzien is van een kroon. Ja. Dat is bij de Nederlandse ook. Uh-huh. Dit is een Nederlandse leeuw. Ja. Koninklijk kroontje.
Wat je wel eens wil zien bij de Amerikaanse, want dat zijn de twee stijlen die we hebben. We hebben Engelse stijl en Amerikaanse stijl. Ja. Dat de Amerikanen alleen maar een bol hebben. Okay. En die is meestal ook wat korter. En wat je ook bij de Amerikaanse ziet, is dat daar veel meer mee gegooid wordt. Dus je zult een Engelse thermometer ook nooit met een mees zien gooien. Okay. Levensgevaarlijk ook. Ja, er zit inderdaad aan de onderzijde. Dat bedoel ik. Een punt aan. Ja. Dus kijk wat je doet. Is er wel eens fout gegaan? Bij jou? Ja, helaas wel. Ja. Oh, dat klinkt alsof je het litteken nog kan laten zien. Nee, dat niet. Nee. Dat zijn pijnlijke momenten. Dat, maar ja. Ook dat gebeurt. En dan tijdens een mars? Of, ja. Dat wil je natuurlijk niet meemaken. Nee, liever niet. Nee. Vertel eens. Momenten dat ik de mees omhoog hield en voorwaarts mars wil aangeven, glipte die uit mijn vinger en lag die op de grond. Ai, kapot? Nee. Oh, dus die kan wel alleen. Ja, dat geloof ik. Nou, mooi, dankjewel. En terwijl de tambour maître nog een bochtje maakt, is het voor ons de hoogste tijd om de gladiolen in te duiken. Boer Jos Sloot ken je misschien wel uit Boer zoekt vrouw, waar hij in 2009 koos voor Dieke. Natuurlijk word je daar een BN'er van. Maar waar Jos echt blij van wordt, dat zijn de gladiolen. In een dorpje in de Achterhoek heeft hij velden vol met bloemen die allemaal staan te wachten om uitgedeeld te worden tijdens de Vierdaagse. Toch? Hey, als eerste, Jos, wat zijn we eind weg, man? Vanaf jouw boerderij. Dat valt wel mee, toch? Nou, we zijn wel 10 kilometer weg zijn. Voor mij, in mijn ideeën is een boerderij altijd met het land er direct achter. Ja, ja. Nou, een gladiool is een gewas die je niet altijd op hetzelfde perceel kunt zetten. Mm. Dus dat wil zeggen dat je dus de huiskavel, die heb ik ooit al eens een keer benut voor de gladiolen. En dan moet je daar wel minimaal 20 jaar niet meer komen. In verband met dat hij je schimmel achter kan laten, die niet bevorderlijk is voor de productie. 20 jaar? Ja, minimaal. Dus als jij 20 jaar wil telen, heb jij 20 verschillende velden nodig? Ja, ja. Maar we zitten hier in een heel ruim gebied. Ja. En je hebt onderweg weer gezien met heel veel grond. Ja. En dus dat heeft zijn charme ook. En dit is een heel mooi zandland. En in deze omgeving vertoeven ze zich goed. Het is geen zware grond. Je kunt wel zien, ze hebben er zin in. Ze hebben er zin in? Ja. Ja? Want het zijn er nogal wat. Hoeveel staan er hier? Nou ja, je ziet wel, we zijn nog aan het planten. Op dit perceel ongeveer 1,5 miljoen steeltjes. 1,5 miljoen steeltjes? Ja. En die gaan allemaal naar de Vierdaagse? Nee. Nee, gelukkig niet. Wij zorgen ook na de Vierdaagse dat mensen alle tijden gladiolen kunnen kopen. Oké. Okay. Nee, wij produceren zeg maar een kwart van ons areaal tijdens de Vierdaagse of daarna. Mm. En zeg maar rond de Vierdaagse, want dan is hij natuurlijk ook geliefd. Ja. En dan is hij weer in beeld. Dan heeft hij, zoals jullie nu ook doen, weer aandacht. Ja. En dat is belangrijk. En dan de rest. Het is echt een zomerbloem. Hij is populair. Het is een bloem, een forse bloem, voor weinig geld. Nou, en wat willen Nederlanders nu? De zuinige Hollander. Ja. Ja. Hey, er staan heel veel verschillende kleuren ook, hè? Tenminste, je ziet het nu nog niet, maar... Ja, ja. Er zitten... daar staat een, wat ik zo aan het loof kan zien, een rode, de magma. Dan heb je een Bangladesh, dat is een witte. Dan heb je de Pink Lady, dat is een roze. De Purple Flora, dat is een paarse. Ja, we doen eigenlijk wel meerdere kleuren. Dat wil gewoon zeggen dat de consument eigenlijk continu bediend kan worden. En ik kan me ook voorstellen, mensen die iedere week een bos gladiolen kopen, dat ze elke keer een andere kleur willen hebben. Ja. Dus ja, dat is, het is het makkelijkste om één kleur, één soort te doen. Mm-hmm. Maar ja, je wilt toch de veiling en de bloemenzaken wil je toch zo breed mogelijk bedienen. En dat proberen we dus door het zo te doen. Iedere week een bepaalde plant, dus je hebt continu vers product. Ja. En zei je nou net dat jij aan het blad kunt zien wat voor kleur het wordt? Want voor mij is het allemaal groen, hè? Nee, ja, dat is ook wel een beetje, laat ik zo stellen, de kennis die ik in de jaren heb opgedaan. Ja, precies. Ik kan me heel goed voorstellen, maar ik kan jullie wel wijsmaken dat dit een Pink Lady is, terwijl het helemaal niet zo is. Hè? Nee, dat is waar. Maar ik weet toevallig dat het wel zo is. Ja. En kijk, op het moment dat er iets kleur in komt, dan is het natuurlijk voor ons ook het mooiste. Maar ja, we moeten nog even wachten. Ja. Ze groeien staan er goed bij. Het is even wat kouder. Hopen dat we weer een warme periode krijgen. En dan zijn we er klaar voor. Dus dan hebben de wandelaars voldoende kleur. Ja, inderdaad. Ja. En we gaan terug naar de drumfanfare Michael, waar niet alle leden een instrument lijken te spelen.
Nico, sta je te genieten? Enorm. Ja, want je bent hier elke week, hè? Zo goed als elke week, ja. Ik vind het wel bijzonder, want je speelt zelf niet mee. Nee. Hoe zit dat? Nou, ik ben een late roeping wat muziek betreft. Ja. Ja, dat was dus wat een godsdienstige achtergrond, hè, deze opmerking. Ja. En ik zou dus dit niveau niet kunnen spelen. Oké. Nee. En ik ben hier ook eigenlijk min of meer ingerold, omdat mijn kinderen hier terechtgekomen zijn. Oké, en die lopen hier dus nu wel mee? Dan lopen twee zonen lopen mee en normaal gesproken ook nog een schoondochter. Kijk, ja. Nou dat is behoorlijk. Ja, dus... En jij bent hier elke week samen met je vrouw voor de hapjes en de drankjes te zorgen? De hapjes en de drankjes. En wanneer we dus in het gebouw rond leven zijn, zorgen dat de zaak open is. Ja. En dat het natuurlijk weer gesloten wordt. En dat in die tussentijd dus allerlei hand- en spandiensten verricht kunnen worden. Zorgen voor muziek enzovoort. Ja, je kunt je van alles daarbij bij voorstellen. Ja, precies. Want ook de kostuums maken jullie ook zelf, hè? Heb ik begrepen. Die worden in ieder geval allemaal bijgehouden. Ja. Die zijn uiteraard op een gegeven moment na de brand van Rooms leven zijn die allemaal vernieuwd. Ja. En het is vaak zo dat ze zo klein zijn als ze komen en zo groot. Ja. Dus verschillende stadia zijn er dus waarin dus de uniformen aangepast moeten worden. En dat doet mijn vrouw. Zou je dan kunnen zeggen dat je eigenlijk misschien wel het belangrijkste lid bent van deze drumfanfare? Voor de continuïteit erg belangrijk. Ja. 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 Dat is wel zo, ja. Ja, precies. Hey, en dan zo tijdens zo'n vierdaagse, dan spelen zij. Ze spelen tijdens de vlaggenparade en ze spelen tijdens de intocht. Sta jij dan op een vaste plek? Nee. De vlaggenparade is dit jaar dus een ander systeem. Ja. We vertrekken vanuit Lent en lopen naar de stad toe. Mm. En dat is voor de drumfanfare dit jaar het enige wat ze doen. Oké. Ja. Dus ze lopen dit jaar met de intocht helemaal niet mee? Nee. Oh. Dat is al heel wat jaren geleden. En dat komt dus, maar dat geldt voor alle korpsen, heel moeilijk om midden in de vakantieperiode de mensen met elkaar te krijgen. Ja, precies. Ja. Hey, en die vlaggenparade, dat is wel iets bijzonders toch, of niet? Dat weten we nog niet eigenlijk. Omdat het nieuw is, maar de oude manier van... Ja, maar ja, die is toch verwaterd en daarom zijn ze dus eigenlijk naar een ander item gaan zoeken. Ja. Ja. Of dit dus aanslaat, dat zal het tijd leren. Dat is nog afwachten. Ja. Eigenlijk wel. En jij hebt tijdens deze vlagparade niet echt een vaste rol. Jij dan? Nee. Heb je wel nu al een plek uitgekozen waarvan je denkt, daar ga ik staan, want daar heb ik het allerbeste zicht? Nee, waarschijnlijk zal ik wel meelopen. Ja. Want al is het maar voor wat flesjes water en een paar reserve trommelstokken en zulke spullen. Oh, want dat gebeurt natuurlijk nog wel eens. Dan gaan we wel eens wat kapot onderweg. Ja, dat kan. En afhankelijk van de weersomstandigheden zet ik dus de rugzak op met flesjes water. Ja. Had je er dan niet toch stiekem zelf liever bij gelopen? Nee, daar ben ik ook te oud voor. Ja? Je zit er een maximum leeftijd op dan? Nee, dat niet. Maar je vindt jezelf daar te oud voor? Ja. En je bent toch zo oud als je je voelt? Dat is wel waar, ja. Maar nee, dit niveau zou ik niet kunnen spelen. Nee, ik heb het orkestenniveau gehaald. Ja. En dat was net mooi. Ja, precies. Ja. Dus nu is het gewoon maar even genieten. Ja, inderdaad. Nou, dan moeten we dat maar gaan doen. Ja. Er wordt nu een hele bijzondere vorm gelopen, zie ik. Ja, inderdaad. Dat is weer een nieuw kunstje. Een nieuw kunstje? Dat is voor jou ook een verrassing? Voor mij wel een verrassing, ja. Als je er buiten staat, dan heb je er toch een heel ander beeld van. Absoluut. Zeker als het dus allemaal door elkaar heen krioelt. Ze zijn dat en dat aan het doen. Ja. En lukt het? Ja, ze komen toch gelijk uit. Precies. In de komende afleveringen blijven we de drumfanfare volgen in hun aanloop naar de Vierdaagse. Nu snel terug naar de boerderie, waar boer Jos nog steeds tussen de piepkleine gladiooltjes staat. Jos, die gladiolen, die hebben een best een bijzondere betekenis, hè? Jazeker. Van vroeger uit al. Van vroeger uit. Het is echt een deel bloem van de overwinning. De strijdbloem. Dat is daar oorspronkelijk is hij daar. Daarom is hij bij de Vierdaagse natuurlijk ook zo populair.
Maar er is, ja, op zich is dat de benaming van vroeger, de gedodigde gladiolus wel. Het Romeinen tijdperk of zoiets. Ja. Maar zover heb ik het me niet in verdiept. Ik weet dat het een strijdbloem is en het is een compliment als je hem dan in ontvangst neemt. Een compliment als je hem in ontvangst mag nemen. Ja, ja. En daarom zou je hem dan dus niet ook alleen bij de Vierdaagse uit willen delen, maar ook als iemand zelf een overwinning heeft behaald. Of, Zeker. Ja, iedere dag heb je wel eens een overwinning, toch? Ja, dus eigenlijk iedere dag gladiolen. Ja, dat zal wel goed zijn. En dan 10 weken lang. Het is een, nee, maar weet je, in Nederland zijn we best wel op basis van... nu is het bijvoorbeeld aspergietijd, aardbeien. En kijk, dat is ook het leuke. Je hebt de gladiolen en dan zijn er gewoon echt ook echt seizoenbloemen. Mm-hmm. Kijk, en dan is hij een weekje of 10 en dan zijn de mensen er ook klaar mee. Ja. Maar dan moet het toch goed zijn. Kijk, wij eten ook niet het hele jaar toch boerenkool? Nee, gelukkig niet. Nou, daarom. Hé, hey, en zo'n gladiool, hoe gaat dat? Want je plant ze. En ga je daarna vervolgens een paar weken achterover zitten en je memoires schrijven? Of, ja, dat had gekund. Dat heb ik ook al wel eens gedaan, ja. En de gladiool, nou, laat ik zo stellen, hij heeft wel verzorging nodig na het planten. Dat wil zeggen een stukje onkruidbestrijding. Ziektebestrijding valt vaak nog wel mee. Er zijn nu nog weinig schimmels, dus... Ja, wij hebben natuurlijk naast de gladiolen ook nog poortaardappelen. Dus ik hoef me niet te vervelen. Het werk dat gaat ook bij ons continu wel door. Ja. 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 Maar inderdaad, de drukke periode, de drukste periode, ja, die komt er rond de Vierdaagse pas aan. En, dat is er allemaal af. Dat is een lekkere oplading. Dus we hebben er heel veel zin in. Ja, ja. Ja, dat geloof ik. En Jos, wat is nou zelf jouw lievelingsgladiool? Ik heb eigenlijk qua kleur... Dan, ik hou, dat is typisch mannelijk, een beetje van echte vaste kleuren. Ja. Dus niet, geen franjes, geen toeten en bellen. Dus een strakke rode, een mooie witte. Of een groene, of een paarse. Mm-hmm. We hebben nu dit jaar dat is een nieuw soort. Dat is een Black Star, die is bijna zwart. Wauw. Ja, die is idioot gaaf. Het is een moeilijke bloem. Hij is niet makkelijk te kweken. Ik zie het wel als uitdaging en voor de consumenten lijkt het me heel mooi. Maar Dieke bijvoorbeeld, die heeft bijvoorbeeld meer de zalmkleuren, wat ze wel mooier vinden, het zachte. Dus wij vullen elkaar eigenlijk heel goed op. Zij iets haar zin, ik iets mijn zin. En ik kom er vaak wel achter dat de gladiolus wel een beetje een mannenwereld is. Een mannenwereld? Ja, de handel is echt wel mannelijk. Stevige kleuren, stevige takken. Dieke houdt meer van... De final touch, weet je wel, het aparte. De subtiele... Ja, precies. En over hoeveel weken, want het staat hier nu zeg maar 10 centimeter boven de grond? Ja, ruim. Als het de normale weersomstandigheden, verwacht ik zelf dat we half juli hier volop kunnen plukken. Maar ja, het is een natuurproduct en je bent afhankelijk van het weer. Ja. Kijk, de ene keer dan is het hier in Nederland 30 graden en dan een week later is het 15. Dus, ja. En hij, gladiolus is gek op hitte, warmte. Okay. Het is een, wat dat betreft, hij doet het beste als het warm is. Dus is Nederland eigenlijk helemaal niet zo'n goed land om gladiolus te telen? Ik vind dat Nederland toch nog gemiddeld toch wel behoorlijk warm in de zomers. Kijk, vorig jaar was het toch ook, hè? Ja, en dat is voor ons natuurlijk niet goed, maar voor de gladiool wel. Voor de gladiool wel. Jij hoopt dat het zo warm mogelijk wordt? Tot plukken. Dan moet het wat kouder worden. Want bij 30 graden koopt de huisvrouw eerder een krat bier of een bak ijs dan een bos gladiool. Dit was de eerste uitzending van De Aanloop. Volgende week zijn we er weer en dan kijken we onder andere naar de aanloop van Kunstminnend Nijmegen. En we nemen vast een glaasje van die speciale 100ste Vierdaagse wijn. Tot volgende week!